Welkom bij De Tafel, het discussie- en debatprogramma van RTV Maas en Mergeland en Omroep Krijtland. Vanuit de Auberge de Smoekelaar in Sleenaak gaan we in debat. En ditmaal gaat het over basisonderwijs in de regio. Want hoe houden we goed onderwijs in de regio? Er zijn steeds meer scholen die dichtgaan. Dat is een grote zorg voor ouders en kinderen. Ga ik over praten met Peter Otermans. Hij is directeur van de openbare basisschool in Mesh. Ingrid Wouters, lid van de Oudercommissie en Denktank in Rijmerstok. En Bert Nelissen, hij is voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsstichting Innovo. Meneer Nelissen, steeds meer basisscholen in Limburg, in de provincie, moeten dicht vanwege de bevolkingskrimp, vergrijzing in de regio. Is het nou echt te duur om die scholen dan open te houden? Waarom is dat zo duur? Het is niet een kwestie van te duur of niet te duur. Het is meer een kwestie van op welke schaal kun je nog goed onderwijs organiseren. En daar hangt uiteraard een ondergrens aan. En als je die ondergrens overschrijdt, dan denken wij dat je geen goed onderwijs meer kunt bieden. Dat je ook te weinig te bieden hebt voor de kinderen en voor de leerkrachten en ga zo maar door. En ja, dat zou je kunnen vertalen in een prijskaartje. Ik spreek dan voor Innovo. Wij proberen zo lang mogelijk basisscholen open te houden. Collega-besturen zijn daar wat anders in. Die hanteren vaak de gemeentelijke opheffingsnorm als getal om een school open te laten of te sluiten. Ja, en wat is dan voordeliger? De bekostiging is dusdanig dat als de school kleiner wordt, krijg je relatief meer geld. Hè? Dat heet de kleine scholentoeslag. Dus op zich is... Ja, omdat je nou wel die administratieve kracht, je docenten, ja, noem maar, ja, op hebt. Ja. Ja. Dus dat maakt het duurder, zeg maar, voor een kleine school. Voor een kleine school, ja. Je hebt... een dusdanig kleine schaal. Je hebt een aantal generieke uitgaven die voor iedere school gelden. En die worden dus door kleinere aantallen leerlingen gedeeld. Dus dat is dan duurder. Ja, kun je zeggen, u bent bestuursvoorzitter van Innovo. Ja. 40, 50 basisscholen zitten 52. In. 52. Bevolkingskrimp, sluiting van basisscholen. Ja. Is dat een van uw grootste zorgen? Het is in ieder geval een van de dingen waar ik het meeste mee bezig ben. Dus om een beeld te geven. Wij komen van 12.500 leerlingen in 2005. We hebben er nu bijna 9000 in 2015 en in 2035 zullen wij 6.500 à 7000 leerlingen hebben. Dus dat betekent, is echt ongelooflijk. Ja, dat is dus de bevolkingskrimp. Hè. Ja. Dat is gewoon echt een teruggang. Nu nog 52 basisscholen. Ja. Als u dat vertaalt naar 2035, dat klinkt heel ver weg, is het niet? Hoeveel scholen zijn er dan, denkt u? 30, 35. En hier in het Heuvelland? Per gebied 1, 2. En per gebied bedoel ik dan... Laten we gewoon Gulpen-Wittem als voorbeeld nemen. Er is nu een grote school in de gemeente Gulpen zelf. Er is nu een school in Rijmerstok, er is een school in Epe, er is een school in Mechelen, er is een school in Waalwijler, een school in IJs. Nou, kijken hoe de scholen liggen. IJs heeft een eigen voedingsgebied waar 100 kinderen altijd wel komen. Wij gaan Mechelen en Waalwijler intens laten samenwerken. En we verwachten dat de school in Rijmerstok op 1 augustus 2017 gesloten gaat worden. Ja, dus u zegt nog even naar dat 2035, van al die basisscholen, ja, die u net noemde, blijven er 1, 2 over. Is de verwachting nu? Ja, nou, ik denk 3. IJs heeft goede mogelijkheden. Er komt een nieuwe school in Mechelen voor Waalwijler en Mechelen. Epe kan daarbij aansluiten als daar de leerlingen aantallen dalen en Gulpen blijven staan. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Daar hebben we het nou in één zin over. Maar de gevolgen zijn natuurlijk navenant, kun je zeggen. Een van de scholen waar het doek voor gaat vallen is duidelijk. Dat is in Rijmerstok, de Sint-Franciscusschool. Ja. 2017? Dat is tot nu toe afgesproken met... Valt onder Innovo. Ja, de grote baas zit naast u. Met de ondergarantie. Er is nog een kleine kans. Er is nog een kleine kans. Zeker. Bij een aanwas en we kunnen de ondergrens van 40 waarmaken. Want hoeveel leerlingen zijn er nu? Nu, volgens mij precies 34. Ja, 34. En dat is gering. Ja, dus, maar u kijkt dus kennelijk niet alleen naar leerlingenaantallen, want dan was die school al lang dicht. Maar u kijkt naar andere dingen. Zeker. De opheffingsnorm in Gulpen-Wittem is 46 leerlingen.
Die zouden al lang gezegd kunnen hebben in Reinderstok, we gaan dat sluiten. Ik moet er nog één opmerking vooraf bij maken. Ik ben in 2012 gestart als voorzitter van Innovo. En schoolbesturen en gemeentebesturen maken huisvestingsplannen. Ik was in de veronderstelling dat de huisvestingsplannen goed waren afgestemd met de ouders. Dus ik dacht toen ik aantrad van je kunt hier makkelijk een regeling gaan treffen, want het is bij de mensen bekend. Dat was in de verste verte niet het geval. Dat is een van mijn meest intense leermomenten geweest in mijn functioneren tot nu toe. En mensen als Ingrid hebben daar een buitengewoon grote bijdrage in geleverd door te zeggen van hallo, wil je ook daar eens naar kijken en wil ons meenemen. Nou, heeft ertoe geleid dat we in de afgelopen jaren intens samenwerken, ook intens samen spreken. Ook samen gekeken hebben naar het haalbare en het mogelijke. Want op zich wordt in Reinderstok gewoon uitstekend onderwijs geleverd. Hè? Er zijn goede opbrengsten. Ja. Maar het was ook een van de belangrijkste momenten toen na een mededeling in een avond dat de school dicht gaat. Dat zien we als we de krimpcijfers kennen. En voor sommige mensen was dat... Ja, als je gewoon leeft in je dorp, wie is er bezig met krimp? Ja, dus krimpcijfers, dat wil zeggen, dat er komen gewoon steeds minder inwoners. Als dat in jouw vakgebied hoort, ben je er waarschijnlijk mee bezig. Maar de gemiddelde inwoner van Reinderstok was niet met krimp bezig. Dat is nu helder dat we daar naartoe gaan, die cijfers die we net noemen. Zo'n mededeling op een avond, de school gaat dicht, dat is natuurlijk meteen... Dat is heel veel aan de hand. Ja. Ja, en heel, ja, goed, we hebben, het dorp staat op zijn kop. Het dorp staat op zijn kop, want ja, wat Bert ook zegt, het is een fijne school, de kinderen gaan er met plezier naartoe. En dat is een van de belangrijkste dingen geweest, die partners die het in dit verhaal betreft. En dat is altijd het jammere, dat je niet vanaf het begin samen om tafel gaat zitten. Gaat kijken, waar liggen de pijnpunten? Dan kun je samen naar een doel toe. En we hebben die slag wel gemaakt, maar er zijn ook wat mindere momenten tussendoor geweest. Ja. Dat is voor beide partijen, hè, een goed leermoment. Maar op andere plekken hoop je dat er wel lering uitgetrokken wordt. Ja. Dat het niet alleen dus een mededeling is. Het is nu zo, waarschijnlijk gaat de school in het schooljaar 2017-18 dicht... Dat is de enige basisschool in Reinderstok. Wat betekent dat voor het dorp? We hebben een heel actief verenigingsleven in onze kern. En de school speelt daar een hele belangrijke rol in. Ja. Er zijn hele mooie projecten ook die verenigingen op school mogen uitvoeren. En dan heb ik het over muziek en dan heb ik het over kunst. In wat voor vorm dan ook. En dat is gewoon heel belangrijk dat je dat soort culturele dingen mee kan nemen naar de plek waar je ook naartoe zou gaan. Als we niet in Reinderstok zelf kunnen zijn, doordat we dat kunnen blijven uitdragen... En dat was een kleine kern, want we hebben hele mooie dingen. Hoeveel mensen wonen in Reinderstok? Misschien 600. Maar er zijn evenementen die wel mensen van heen en ver trekken. En die wil je graag koesteren blijven. Ja. En dan heb je die kinderen die er nu zitten voor nodig. Want wij zijn de vrijwilligers nu, maar dat zijn de vrijwilligers van de toekomst. Ja. Die hebben we nodig. Peter Otermans, u bent directeur van een openbare basisschool in Mesch, in het meest zuidelijke puntje van Limburg. Ja, klopt. Uw school wordt niet met sluiting bedreigd. Nee. Hoe kan dat? Nee, we zijn wat groter dan de school in Reinderstok. We hebben 74 leerlingen. Daarbij zitten wij nog in de bijzondere positie dat wij een openbare school zijn. En dan gelden er andere opheffingsnormen. Die zijn lager, omdat er geen andere openbare scholen in de directe omgeving zitten. U valt onder het gezag zeg maar, van de gemeente. Ja, we worden rechtstreeks door de gemeente bestuurd. Ja. De gemeente IJzermaalgraad. Ja, dus dat is op zich ook al bijzonder. Want de meeste scholen vallen onder grotere schoolbesturen, ook openbare scholen. En dat is bij ons niet het geval. Ja, Mesch is geen wereldstad. Nee. Er wonen weinig mensen. Nee. Maar hoe zit het? Loopt het aantal leerlingen terug? Of blijft het hetzelfde? Nee, want dat is ook wel bijzonder. Tegen de trend in zijn wij juist een groeischool. Bij ons is het dan ook niet zo dat we het moeten hebben van de geboortecijfers van Mesch. Maar we vervullen wat dat betreft wat meer een regiofunctie. En de meeste kinderen op onze school die komen helemaal niet uit Mesch. Die komen uit IJsden. We voorzien dus in een behoefte. Voor die ouders blijkbaar. Waarom komen die uit IJsden helemaal naar Mesch toe? Nou, wat we het meeste horen is dat in IJsden, daar is de situatie zo dat er twee grote basisscholen zijn. Van ruim 300 leerlingen. Die zitten samen in dus één grote school. Ze kiezen bij u voor klein. Ze kiezen vooral voor klein. Ja, en niet voor openbaar. Nee, meestal niet. Wat dat betreft zijn wij weliswaar een openbare school. Maar als je ziet hoe de gemeenschap en ook de kerkelijke gemeenschap van het dorp in school is verweven, is dat toch wel behoorlijk. Waarbij we goed in de gaten moeten houden ook dat we daar niet te veel vermenging krijgen. Want we zijn tenslotte wel openbaar. Maar we zien dat wel, daar zit ook wel een belang achter en ook een gemeenschapsbelang. Ja. Om de school doet mee aan de processie. Ja. Ik kom zelf bij de pastoor op bezoek als dat nodig is. Dus dat zit er wel in. Wat dat betreft is die positie wel heel bijzonder. Ja. Zeg, een van de belangrijkste vragen voor u lijkt mij, waar je mee begint, is moet elk dorp een eigen basisschool hebben?
Klopt dat? Dat zijn gangbare opvattingen, ja. Maar ook opvattingen die, denk ik, vandaag de dag niet meer te handhaven zijn. Ook als we wat verder kijken naar de ontwikkeling van het onderwijs. Vorige week heeft de commissie Schnabel een rapport aangeboden aan de staatssecretaris. Onderwijs 2032 heet dat. En in dat rapport is geschilderd van waar zou basisonderwijs zich, of het onderwijs in zijn algemeenheid zich toe moeten verhouden. Als je kijkt naar de complexiteit van de wereld van nu, hè, zijn er zaken die kinderen nu moeten leren die wij nooit geleerd hebben. Ja. En het heeft alles te maken met wat Schnabel samenvat. Kinderen moeten aardig zijn, ze moeten vaardig zijn en ze moeten waardig zijn. Dat aardig heeft natuurlijk alles te maken met de omgang met elkaar. Het waardig heeft te maken ook met de omgang met de omgeving. Hè? Natuurlijk, wereldbevolking en ga zo maar door. Uh-huh. En waardig betekent ook dat je goed georiënteerd bent op datgene wat zich allemaal aandient en daar goed mee kunt omgaan. Dus sociale media, internet is beschikbaar, kennis ligt er voor het oprapen, maar je moet daar je weg in vinden. En ja. Je moet ook zorgen dat je daar goed kritisch op reflecteert. En heeft Schnabel het ook over elk dorp moet een eigen basisschool hebben? Nee, Schnabel zegt, die dingen zijn belangrijk. Dat betekent dat je goed moet kunnen samenwerken. Dat betekent ook dat je andere ervaringen moet kunnen opdoen. Dat betekent ook dat je buiten het formeel leren in de school het informeel leren moet kunnen doen. En dat vragen we een bepaalde schaalgrootte. Hè? Dus we kunnen dat niet in elk dorp doen waar we met leerlingenaantallen zitten van 40 maar of 50. Maar nou is het ook wel zo, volgens mij, meneer Schnabel woont in de Randstad. Ja. Dat is toch wel anders dan in Limburg, hè? Zuid-Limburg, of niet? Ja, absoluut. Als je daar kijkt naar de bevolkingssamenstelling en de wat scholen dan zijn gesitueerd. Dat is wel heel anders, ja. Ja, want hoe kijkt u daar tegenaan? Elk dorp moet een eigen basisschool hebben. Ja, dat is een gangbare opvatting. We zijn natuurlijk heel erg gewend van oudsher. Mm-hmm. Als je kijkt naar landen om ons heen, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daar zijn er veel minder scholen op het aantal dorpen dat er zijn. En moeten kinderen ook veel grotere afstanden afleggen om bij een school terecht te komen. Dus waar hebben wij het over? Ja, we zijn wat dat betreft ook heel verwend, denk ik dan. Uh-huh. Dat is natuurlijk heel mooi. De vraag is of het vol te houden is. Ja, kan gewoon niet, hè? Nee, ja. Nee. Dus je zult in plaats, naast alle veranderingen die het verdwijnen van een school met zich meebrengt, ook denk ik aandacht. Je moet steeds, wat Bert hier aangeeft, in ontwikkeling blijven. Ja, ja. De maatschappij verandert ook zo snel. We willen dat onze kinderen ook in die stroom mee blijven gaan. En dan kunnen we niet vasthouden aan. Ja, dus gemeenschappen veranderen. Een gemengde vorm van waarschijnlijk. Ja. De cultuur, we wonen hier prachtig en we zijn een mooi stukje van Nederland. Ja, dat wil je graag koesteren. Maar dan moet je een nieuwe invulling aan gaan geven. Ja. Dat is een combinatie. Landelijk ervaringen opgedaan in krimpgebieden. Als je praat in Friesland, Groningen. Waar de afstanden van dorpen tot scholen nog veel groter zijn dan waar hier, hebben we het dan over? Dan praat je over 10, 15 kilometer soms. Ja. Daar heeft men ervoor gekozen om grotere, goed gelegen onderwijshuisvesting te kiezen. Waar 200-300 leerlingen komen en waar meer is dan dat. Hè? Ook voorschoolse opvang, naschoolse opvang, putterspeelzaal, bibliotheek, muziek, gezondheidszorgcentra enzovoorts. Ouders blijven bij de sluiting ontevreden, hè, dat blijft, maar de tevredenheid slaat na 2-3 jaar om en tevredener dan voorheen. Hè, dus de rijkere, en waar zit hem dat dan in? Omdat de voorziening rijker is. Het loont de moeite om erheen te gaan en je kunt er ook sporten, je kunt er ook eten, je kunt naar de biep, je kunt naar een gezondheidscentrum enzovoort. Dus een rijker arrangement. Ja, maar betekent, is dat ook hierin aan de orde, hè? Als u in Rijmerstok de school moet sluiten, wordt het dan elders beter? Daar gaan we voor, toch? Dat sowieso. We gaan natuurlijk voor zorgen dat de kinderen van Rijmerstok er niet slechter van worden. Dat zeer zeker niet. Je kunt niet die belofte doen natuurlijk, dat het beter wordt. De belofte die ik doe is dat de kinderen op een zeer adequate en persoonlijk gerichte wijze worden opgevangen. En dat verandert niet. Dat verandert niet. Maar mevrouw Wouters, wat wel verandert is de leefbaarheid in het dorp. Wat moet er gebeuren om de rol die de school, de basisschool nu vervult, om dat te behouden? Ja, sorry, een stukje cultuuroverdracht, zullen we het noemen, moeten doen. Hè? Je kijkt dan van, maar heel wat praktisch. Praktisch, wat vinden wij, we hebben het net over het stukje openbaar. Kerk hoor ik hier voorbij komen. Mm. Bij ons in de kern speelt dat nog een belangrijke rol. Ja. Dat kun je natuurlijk wel meenemen naar je nieuwe plek. Van, dat is onze kermisdag. Uh-huh. Hè? Welke rol kan die school op dat moment daarin spelen? Kunnen wij, als wij bronk hebben, ook verwachten dat die kinderen dan die bronk mogen lopen. Dat zijn wel hele, waar je van tevoren goede afspraken over moet kunnen maken. Niet, we rijden een bus voor naar de nieuwe plek en hier is Rijmerstok, we stoppen ze erbij. Nee, wij zijn
een eigen ik. En ja, dat willen we dan neerleggen. Er zullen alternatieven moeten komen. Hè? De dingen die nu vanzelfsprekend zijn dat de school daar is. Een ontmoetingsplek. Een plek die vanuit waaruit initiatieven worden ondernomen. Ja. Zal door andere mensen moeten worden overgenomen. Mm-hmm. En door ouders of door... Maar dat kun je ook de kinderen al gefaseerd mee in laten ontwikkelen. Ja, meer te groeien. Ja. Ja. En als een gemeente, we hadden straks even over waar al tweespalt is of waar ruzies dan staan. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Dus een dorp zal zich moeten samenpakken. Ja. Is dat nou iets waar u ook actief op inspeelt? Van u heeft geen last van krimp, u krijgt meer leerlingen erbij. Maar hoe houdt u die school zo groot? Of hoeft u daar eigenlijk niks voor te doen? Nou, dat is wel een... Dat, ja, dat is wel een issue. Want kijk, omdat wij niet weten wat we vanuit geboortes kunnen verwachten op onze school aan leerlingenaantallen, zijn we dus altijd afhankelijk van de beweging die ouders dan maken, de keuzes die ouders maken. Dus we kunnen ons profileren met het onderwijs dat we geven, de dingen die we doen, en ja, meer niet. Dan is het een keuze van ouders om daar dan ook voor te kiezen. Wij profileren ons met, zeker in onze situatie, met een stukje kleinschaligheid. Maar dat is waar Rijmers ook bijvoorbeeld, waar we het over kwaliteit gehad, sterk in is. Ja. Maar de omliggende kernen waar ook problematiek speelt, dan hebben we het over scholen over de gemeentegrens heen. Hè. Wij zijn Gulpen-Wittem, IJzermargraten ligt ernaast. Daar worden ook keuzes gemaakt. En vaak zouden we meer voor elkaar kunnen betekenen. Hè, dat we ook die spreiding iets meer in het gebied hebben. Maar dan lopen we over een stuk gemeentegrens heen. Ja. De ene gemeente, de andere gemeente. Ja. En daar zit dat schoolstukje tussen. Meneer Nelissen, de gemeentegrenzen, dat moeten we loslaten. Absoluut. En ook bestuurlijke grenzen. Wij hebben scholen in het Heuveland. Comleren heeft scholen in het Heuveland. Het gaat erom dat er goed toegankelijk en goed bereikbaar onderwijs is en blijft. Dat betekent wat mij betreft op een andere schaal organiseren. Maar echt stoppen met gemeentegrenzen en ook stoppen met bestuurlijke grenzen. Maar bent u daarover in gesprek? Absoluut. Absoluut. En waar leidt dat toe? Dat leidt nog tot niet heel erg veel. Uh-huh. Er is aan tafel wel de intentie om samen te werken. Maar als het er echt op aankomt, er moet geïnvesteerd worden. Of er moet ruimte geboden worden aan een andere gemeente. Dan is die medewerking wat bescheiden. En dat is eigenlijk zo jammer van dit kwetsbare woongebied. Ja. Want als we dat steeds meer los gaan laten, misschien krijgen we dadelijk wel de gemeente Zuid-Limburg. Dat kan ook een toekomst zijn, geen idee. Maar dan lopen we weer achter de feiten aan. En dan lopen we achter dit soort ontwikkelingen, lopen we iedere keer een stapje achter. Dus er zijn een stuk kinderen die de boot mist nu. Als we dan pas zo ver zijn, is er een hele generatie voorbij. Ja. En dat is gewoon ontzettend jammer. Ja. En dat is de ontwikkelingen in onderwijs moeten blijven volgen, dat die goed onderwijs blijft geven van deze tijd. Maar dat zijn ook zaken die van deze tijd moeten zijn. En niet zoals het vroeger deed. Ja, dus eigenlijk is dit een oproep ook aan de gemeente van jongens, ga nou in gesprek met ons, met elkaar, om een oplossing te vinden. Ouders en bewoners frustreert, er zijn wel gesprekken, maar wat meten wij daarvan? Niks. Nul, kom maar. Nul. Dat wordt ook niet teruggefilterd. Waar staan we nu? Oh. Wat kunnen we verwachten? Dat wordt alleen maar, dat moeten we niet doen. Dat is een heel belangrijk appel. Gelukkig is er ook wat positiefs te melden in dat verband. Er is een transitieatlas opgesteld in Zuid-Limburg. Daar hebben gemeentes, instellingen, scholen aan meegewerkt. En daar zie je in hoe de bevolkingsdaling zich ontwikkelt. En als je keuze maakt om een school ergens te leggen en je stelt daar eisen aan, bijvoorbeeld 200 leerlingen en een rijke omgeving, dan kun je gaan plannen en schuiven van wat blijft er dan over en waar zou dat moeten liggen. Als je dat verbindt met de jeugdzorg, met sportvoorzieningen, dan komt er wel een plaatje uit waar je wel zegt van nou, in 2025 of in 2030 is dat een na te streven situatie. En dan kan het alleen maar zijn dat je je eigen grenzen overschrijdt en bereid bent om voor het collectief goede voorzieningen in te richten. Ja. Is het ook zo, tot slot, dat u een lichtpuntje ziet, u drieën, met de komst van vluchtelingen naar Nederland? Die vluchtelingen brengen kinderen mee. Dat kan een school redden of niet? Zo raar is het wel, hè? Dat kan, maar dat blijft altijd een hele onzekere situatie. De aantallen daarin wisselen heel sterk. Uh-huh. En je moet ervan uitgaan dat het ook een tijdelijke situatie is. Ja. Waar je niet op heel lange termijn zekerheden op kunt baseren. Ja, meneer Nelissen, ervaring mee? Wij hebben ervaring in Gulpen-Wittem. Kinderen hebben eerst in Sleenaak op school gezeten. Dus we hadden die school gesloten en er heeft een paar maanden nog hebben de asielzoekerskinderen gezeten. We zitten nu in de school in Epe en voor Epe is het een oplossing. De gebouwelijke kosten worden ook meer. Epe kan voorlopig open blijven door de kinderen van asielzoekers, van vluchtelingen moet ik zeggen. Ze betalen hun bijdrage telt mee in de gebouwelijke kosten. Leerkrachten
die moeten we natuurlijk apart overwerven. Hè? Want deze leerlingen krijgen een taalbad om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ook veel aandacht voor traumaverwerking en dat soort zaken. Dus dat vraagt specifieke deskundigheid. Daar krijgen we ook het geld voor van het ministerie. Maar inderdaad, in de voorzieningssfeer, maar ook in de intercollegiale en interculturele sfeer, levert heel veel op. Die kinderen spelen met de kinderen van Epe. Aanvankelijk kan dat wel en het werkt nu hartstikke goed. Goed, mag ik jullie danken. We hadden het over het basisonderwijs. Ja. Er is nog heel veel over te zeggen. En het is nog niet zomaar heel erg slecht afgenomen. Helemaal niet. Goed, hartelijk dank voor dit gesprek. Bert Nelissen, Ingrid Wouters en Peter Otermans. Ja, dit was het alweer. Uitzending van De Tafel. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.